Yo, leuk dat je weer kijkt naar Goeie Frek, het wekelijkse item waarin jij onze vraag stelt en wij die als redactie gaan beantwoorden. Behalve vorige week, want niemand stelde een vraag onder in de reacties. Dus, hey, denk alvast even na over een vraag voor volgende week. Ook al is dit het begin van een video en gaan we nu een vraag beantwoorden. Denk alvast even over na. Is handig. Soms gebeuren die dingen dat er geen vragen binnenkomen. Hello darkness, my old friend. Anyway, we dachten, we vragen gewoon op Twitter om een aantal vragen voor Goeie Frek. En ja, die kregen we binnen. En er was er wel eentje van Nick. En Nick die vroeg zich namelijk af, wat was jullie eerste Nintendo game ooit? Leuke vraag, we passen hem een klein beetje aan, Nick. Het is niet alleen eerste, maar misschien ook een beetje beste. Het ligt er een beetje aan hoe bij iedereen het verhaal valt. Maar goed, we gaan bekijken wat hun eerste en of beste Nintendo game ooit is. Thanks voor je vraag, Nick. En laten we dan nu beginnen met de antwoorden. Ja, goede vraag van Nick. Wat is de eerste Nintendo game die we gespeeld hebben? We hebben zelf ook maar even voor de makkelijkheid de beste Nintendo game erbij gepakt. Dus ja, waarom niet? Die stonden onder toch verder in de comments. De eerste Nintendo game die ik gespeeld heb op de NES was dat. Die kreeg ik toen ik 9 of 10 jaar oud was ongeveer van mijn ouders. Dat was Super Mario Bros. En Duck Hunt. Die zaten samen in één game helemaal kapot gespeeld. Dat kwam voornamelijk omdat dat toen nog de enigste games waren ja, die ik kon betalen. Of in ieder geval voor mijn zak kon kopen. Ongeveer 5 maanden later mocht ik een ander spelletje kopen en dat was Double Dragon 2. En dat was echt het meest fantastische spel wat ik ooit gespeeld heb op de Nintendo. Samen met mijn tweede broertje gingen we altijd heel het level door cross om het uit te spelen. En als 10-jarige of 11-jarige was het nog best wel lastig om zo'n spel te halen. Ik weet nog wel dat we er heel lang over hebben gedaan om eindelijk verder te komen in de levels. Maar echt, wat een toffe game was dat. Knijter moeilijk, knijter vet. Ik heb de film ook 100.000 keer gezien daarna. Ja, het was gewoon fantastisch. Beste game door Nintendo ooit gemaakt. Goeie frek, wauw. Sowieso, eerste Nintendo game. In mijn geval moet dat... Dat wordt helaas geen NES of SNES game. Ik ben er niet mee opgegroeid met die bakbeesten. Ik ben opgegroeid met Nintendo's andere bakbeesten. Dat waren namelijk de eerste handhelds. En dan denk je natuurlijk meteen Game Boy, de allereerste Game Boy. Ja, die had ik ook één. Maar ik kreeg van mijn oom maar liefst 3... Nintendo Game & Watch dingetjes, handhelds. Dat zijn de allereerste handhelds die Nintendo ooit heeft gemaakt. En dat was eigenlijk gewoon één blokje met daarop één game per voor zo'n modelletje wat je had. En die had ik dus 3. Dat waren Climber, Super Mario Brothers en Donkey Kong. Donkey Kong was ook echt een dual screen, was 2 schermen. Dus nog voordat de DS er was, hadden ze al een soort van dual screen handheld. Dat was dat ding. Die ben ik kwijtgeraakt op vakantie. Dus die zal wel ergens in Frankrijk onder de grond liggen. Misschien in Normandië of zo. Geen idee, die kun je nog ergens opgraven daar waarschijnlijk. Vintage ding, die dingen zijn veel waard tegenwoordig. Maar nee, ik denk dat de allereerste van die 3 moet toch Super Mario Bros. Zijn geweest. Het was echt zo'n blauw, klein blokje met echt, weet je wel, 4 punt druk toetsen en 1 A-knop om te springen. En that's it. En dat is mijn allereerste Nintendo game ooit. Dat was mijn eerste Nintendo ervaring. En vanaf daar is het met de Game Boy verder gegaan met andere Super Smash of Super Mario games. En vervolgens Pokémon en later een GameCube. Dus ontzettend veel leuke Nintendo ervaringen. Maar mijn allereerste ding was echt nog dat blokje met gewoon Super Mario Bros. Erop. En dat was fantastisch. En hij werkt nog steeds. En niemand mag hem hebben, want hij is super dope. En vet veel waard. Ik verkoop het ding over 30 jaar op eBay en dan heb ik mad Nintendo monies. Nick, bij mij zijn eerste Nintendo games een beetje lastig. Ik ben namelijk een enorme nakomer. Mijn jongste zus is 9 jaar ouder en mijn oudste zus is 14 jaar ouder. En dat betekent dat ik dus de Commodore 64 heb meegemaakt en ook de Game & Watch waar Tom het net over had, heeft meegemaakt. Maar dat vond ik niet zeg maar, mijn eerste bewuste game zeg maar, van Nintendo. Die waren wel in het huis en ik speelde ook wel Command & Keen en ook wel Donkey Kong en zo. Maar dat was niet wat ik echt heel tof vond. Want de eerste keer dat ik echt in aanraking kwam met een goede Nintendo game was in de tijden van de NES, dat wel. Maar niet in de begintijden, niet Super Mario Bros. 1, maar dat was echt Super Mario Bros. 3. En dat was een bundel die volgens mij in 1987 uitkwam. Toen was ik ook nog veel te jong. Maar iets later heb ik Super Mario Bros. 3 ontdekt in een bundel. En dat is nog steeds de beste NES game. Maar de allerbeste Nintendo game, laat ik die dan ook nog maar even snel doen. Daar heb ik lang over nagedacht, maar ik moet toch zeggen Donkey Kong 64. Een soort Banjo-Kazooie meet Super Mario 64, maar dan met upgrades en guns. Elke Donkey of elke Kong had een eigen gun en eigen moves. Het was de eerste game van Nintendo die met Expansion Pack moest spelen, want anders was het te weinig RAM voor die game. Maar die kreeg je er ook nog bij. Dus dat was een soort mooi, daarom kocht ik iedereen die game, want anders moest je die Expansion Pack loskopen. En dan was je meer geld kwijt. Het was een hele slimme set van Nintendo. En Donkey Kong 64 is absoluut mijn favoriete Nintendo game, samen met elke Zelda game.
Die vergeet ik even. Mama, Ocarina of Time was ook wel aardig. Is ook gewoon prima. Weet je, ook gewoon goed werk. Nee, ja, een paar stagiaires, prima. Oh, een WhatsApp, oké. Ja, tofste Nintendo game. Ik ben van vroegs af aan al best wel een Nintendo fanaat. Ik wil niet zeggen fanboy, want ik speel eigenlijk alles dat er onder de zon te vinden is. Alleen, Nintendo is voor mij toch wel een dierbaar plekje. En ook al ben ik enorm opgegroeid met Pokémon, ik speel het al 20 jaar fanatiek. Ik moet toch gaan met Fire Emblem. Fire Emblem is voor mij zo'n serie, het is een genre waar ik vroeger niet echt goed in was. En eigenlijk door middel van Fire Emblem te spelen heb ik een beetje turn-based strategy ontdekt. En eigenlijk ook wel een beetje liefde voor gekregen. En Fire Emblem heeft daar wel echt een groot deel bij aan bijgedragen. Als ik echt specifiek een game moet noemen, dan denk ik dat ik toch voor Awakening moet gaan op de 3DS. Het heeft heel erg veel toffe features geïntroduceerd en ja, ik vind zelf persoonlijk dat ik denk wel dat ik daar het meeste uren heb zitten. Dus ik moet gaan voor Fire Emblem en ik ben ook best wel een card game fanaat en in Japan hebben ze dus een Fire Emblem TCG. En ik als echte nerd kon het natuurlijk niet laten om gewoon die Fire Emblem kaarten te importeren. Om ze ook nog eens eventjes te spelen. Alleen, het probleem is, niemand wil met mij spelen. Hello darkness, my old friend. Dus als jij Fire Emblem TCG speelt, hit me up. Ja, mijn eerste of mijn tofste Nintendo game. En dan moet ik echt terug naar, denk ruim half jaren 90. Want ik heb eigenlijk alleen maar een NES gehad thuis. Dus ja, waarschijnlijk is mijn eerste game dan Mario geweest of zo. Mijn tofste games op de NES waren denk ik toch wel Batman en Teenage Mutant Ninja Turtles. Dat ik echt gewoon met mijn broer, met Kozik volgens mij, hoe heet die turtle met die stok? Donatello. Die koos ik altijd. Ja, daar gingen we gewoon met z'n tweeën, gingen we die levels doorknokken, weet je wel. Dat was gewoon super tof. Ik denk dat ik die uit de NES-tijd de tofste vind, maar over het algemeen, ja, ik heb natuurlijk jaren later nog wel Nintendo games gespeeld. En vooral Pokémon op de Game Boy Color. Ja, Pokémon Blue en Pokémon Gold, die heb ik echt kapot gespeeld tot in detail. Die heb ik echt zo vaak uitgespeeld met elke starter Pokémon die ik kon krijgen. Dus ja, minimaal 3 keer. Ja, honderden uren. Het was zo'n avontuur, zo'n toffe RPG en om je Pokémon te trainen voor de Elite Four. Om echt de beste Pokémon trainer ter wereld te worden. Ja, en jarenlang heb ik nog zitten wachten op een 3D-RPG van Pokémon. Ja, die zal er waarschijnlijk nog steeds gewoon niet komen. Het duurt gewoon nog steeds heel erg. Maar een soort Skyrim Pokémon zou heel vet zijn. Maar ja, voor nu denk ik toch wel dat Pokémon de vetste Nintendo game was. En uit de NES-tijd, ja, gewoon knokken met Batman en de Teenage Mutant Ninja Turtles. Dat is wel, dat was goede tijd. Oké, al met al dus toch een vraag gehad, toch een paar antwoorden gehad. Beste Nintendo game, eerste ooit. Thanks voor je vraag nogmaals, Nick. En jongens, ja, dit is dus het moment dat jullie ook je eerste Nintendo game in de comments mogen droppen. En vergeet het niet, echt, we smeken het jullie. Kom met een vette nieuwe vraag voor volgende week. Want vorige week hebben we dus helaas 0 vragen gehad in de reacties. Het kan ook nog steeds via Twitter, je kunt ook nog een video insturen, maar doe even je ding. Denk even na over een leuke vraag. We beantwoorden ze met liefde voor jullie, maar dan moeten ze wel ingestuurd worden. Anders houdt goeie frek helaas op. Dus, nou ja, on that bombshell. Denk er even goed over na. En hopelijk tot volgende week. Of niet, dan misschien houdt goeie frek wel hier voor altijd op. In dat geval, bon voyage. Allemaal de ballen. Houdoe en bedankt.